Hoe was de onderhandeling richting de coalitie en de formatie, zeg maar? Het was een intensief proces. Niet alleen omdat we met heel veel verschillende partijen en organisaties en mensen uit de stad hebben gesproken. Maar het was natuurlijk ook intensief omdat we met vier partijen aan tafel zaten die soms ook wel met idealen wat uit elkaar liggen. Maar het was ook een heel constructief proces. Dus we hebben ook altijd daarin met die af en toe die afstand die je hebt altijd gezocht naar dat wat ons bindt. En daarin was het ook een inspirerend proces. Welke onderwerpen zijn voor uw partij belangrijk en wat zijn eigenlijk het belangrijkste punt van GroenLinks eigenlijk in deze coalitieonderhandeling? Ja, dat is ook eigenlijk hetzelfde geweest natuurlijk als wij in de campagne hebben aangegeven in de stad. Wij vinden het heel erg belangrijk dat wij op het gebied van duurzaamheid nu echt een grote stap vooruit gaan zetten. En we zijn ook heel erg content met het feit dat er nu ook echt middelen vrijkomen om die stap te kunnen zetten. Verder hebben wij, zien wij armoede en de bestrijding daarvan als grote prioriteit in deze stad. Zeker omdat de tweedeling hier nog steeds heel groot is. En daarvoor hebben wij een aantal maatregelen kunnen nemen die die armoede kunnen tegengaan. Maar hebben we ook bijvoorbeeld gekeken naar het tekort aan sociale woningbouw. En hebben we ook gezorgd dat daar ook een toename in kan komen. U gaat ook wethouder worden. Ja, dat is een hele andere rol dan dat hij als raadslid heeft gehad. Wat verwacht u daarin? Ja, dat is inderdaad een andere rol. En ik vind dat een hele bijzondere kans die ik krijg. In ieder geval, ik ben natuurlijk nu nog kandidaat. Die kans moet me natuurlijk ook gegund worden door de gemeenteraad. Maar ik ga graag in opdracht van de gemeenteraad met dit akkoord aan de slag. En ik vind het een eer om daarin dienstbaar te zijn naar de stad en de Arnhemmers. Hoe waren de onderhandelingen voor u? Het duurde natuurlijk best lang en het heeft vooral te maken met het feit dat we in het begin heel veel nog partijen uit de stad hebben gevraagd. En dat heeft twee effecten, dat je en heel veel informatie nog krijgt die heel actueel is. En het helpt ook zeg maar, om allemaal even los te komen vanuit je eigen verkiezingsprogramma. Dat je op basis van informatie die je aan tafel krijgt, gewoon denkt van jongens, wat willen we nou? Wat heeft de stad nou nodig? Wat zijn de uitdagingen in de stad? En welke ambitie hebben wij met deze vier partijen om het aan te pakken? We hebben onze tijd genomen om er goed samen over te praten en er goed samen uit te komen. En dat is gelukt en daar ben ik heel blij om. Wat zijn nou de belangrijkste punten die voor uw partij, de PvdA, van belang zijn? Ja, dat is in de eerste plaats werkgelegenheid. We zijn de Partij van de Arbeid. Ik ben ook heel blij dat ik als wethouder straks werk en inkomen mag gaan doen. Want we hebben nu wel een momentum om met de economische groei om meer mensen aan het werk te helpen. En we hebben veel mensen en organisaties in de stad gesproken. En van de ondernemers horen we dat zij ook heel graag met de gemeente en onderwijsinstellingen samen aan de slag willen gaan. Omdat ze heel hard mensen nodig hebben. Maar om samen in de groep mensen die nu nog geen baan heeft, om vooral daar met die mensen aan de slag te gaan. Het tweede is de wijken. We wilden graag dat er naar de behoeften in de wijken wordt gekeken waar het gaat om de voorzieningen. We hebben hele discussies gehad over buurthuizen. Ja, er moet altijd een ontmoetingsplek in de wijk zijn, vindt de Partij van de Arbeid. En daar staat ook veel over in dit coalitieakkoord. We gaan ook bewoners en vrijwilligersinitiatief ondersteunen met een shared service center. Dus dat soort zaken kunnen echt juist die wijkinitiatieven ondersteunen. Nou, we hebben heel lang wel onderhandeld vergeleken met de vorige keer. Maar het resultaat, dat is uiteindelijk wat telt, is een heel mooi resultaat geworden. Dus daar gaan we graag mee aan het werk. Nu gaat u voor de derde ronde. U met een totaal andere coalitie volgens mij dan dat u jaarlang gewend bent. Hoe gaat het worden volgens u aankomende 4 jaar? En niet helemaal, hè? Want de vorige periode zijn we begonnen met GroenLinks. En die keer daarvoor hebben we ook in de coalitie gezeten met GroenLinks en de VVD. Dus we kennen elkaar, we kennen ook elkaars standpunten. En ook de afgelopen weken is het vertrouwen enorm gegroeid. En daar moet je het dan weer mee doen de komende 4 jaar. Nu de aankomende 4 jaar, hoe verwacht u dat de aankomende 4 jaar gaan worden? Nou, het is een akkoord op hoofdlijn. Ook dat is gelukt, want we hebben ook aangegeven aan het begin ook in de raad van dat wij het liefst hè, zo min mogelijk afspraken. Dit akkoord heeft nog minder afspraken dan de vorige keer. Dus ik vind dat ook een winstpunt van ons. Wij wilden dat graag, een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat er heel veel ruimte is voor andere partijen om zelf ook met initiatieven te komen.